Hallo allemaal, hartelijk welkom bij weer een video over lasergraveren met de Ortur Laser Master 3. De Ortur Laser Master 3 is een 10 watt machine. Je zult zeggen, dat wist ik misschien al, maar dat speelt in dit geval een rol. Wij waren op vakantie in het buitenland en op enig moment kwam mijn vrouw daar in een winkel een kinderbestekje tegen. Wat ze eigenlijk wel graag aan een van onze kleinkinderen zou willen geven. Ze zei toen tegen mij van, joh, kan je dat niet van een leuke tekst voorzien, laseren? En ik zei van, ja, maar het is metaal. En metaal, dat is niet het meest eenvoudige om te laseren. En in mijn beleving, maar dat was mijn beleving, is dat vooral weggelegd voor fiberlasers en voor MOPA fiberlasers. Of eventueel met het gebruik van producten als Cermark. Maar Cermark is heel erg duur. Goed, zij had inmiddels dat bestek gekocht, dus ik moest er wel aan. Alleen ik heb toen wel gezegd van, ja luister, ik wil dat bestek wel gaan doen, maar dan wil ik toch eigenlijk eerst iets van testpieces hebben, iets wat ik op kan testen, want anders verknal ik het mogelijkerwijs en dat is jammer. Wat toen gedaan? Bij de IKEA hebben zij simpel kinderbestek. 5 euro. Je vindt het op de kinderafdeling. Ik heb het gezocht op de kleingoederafdeling. Daar kon ik het niet vinden, maar echt op de kinderafdeling. Het heet Fabler. En dat kost 5 euro. Wat voor metaal het is, ik weet het niet. Het staat er niet op. Zelf denk ik niet dat het roestvrij staal is. Maar ja, het moet toch wel iets zijn natuurlijk. Het lijkt wel op roestvrij staal. Maar goed, oké. Maakt op zich niet zo heel veel uit. Ja, het maakt wel uit. Maar... het is wat het is. En ik ben dat gaan laseren met mijn 10 watt Ortur Laser Master 3. Tot mijn verbazing kregen we er een hele mooie afdruk van in dat metaal. Let op, deze video heeft het dus over die Ortur Laser Master 3, 10 watt. Ik kan niet garanderen dat elke laser, en zeker niet lasers met een minder wattage, in staat zijn om te doen wat ik hier ga doen. Ik zeg ook niet dat elk metaal haalbaar is. Ik heb geen flauw benul wat voor metaal dat is. Het vermoeden is toch roestvrij staal. Niet door mij, maar door anderen. Maar je zult straks zien dat we daar een hele goede afdruk in krijgen. En zeker als je wat delen hebt waarmee je zeg maar kunt testen, waarbij het er niet zo toe doet, is het bijzonder de moeite waard om het uit te proberen. Want ik vind het werkelijk een prima resultaat. Ja, natuurlijk, mensen met een fiber en met een MOPA laser zullen zeggen van ja, maar diepe gravures dan? Ja, dat gaat niet lukken. Maar ik kan je vertellen, het ziet er prima uit. En ik ga je dat proces laten zien. Nou ja, proces laten zien... heel weinig daarvan, want het is niet zo'n ingewikkeld proces. Het is simpelweg meten hoeveel ruimte je hebt om tekst op te zetten. Dan in Lightburn simpelweg die tekst te maken op die maat. Dan zullen we zometeen zien dat ik het metaal insmeer met een zwarte markerstift. Waarom doe ik dat? Simpele reden daarvoor is dat metaal weerkaatst. En je loopt dus het risico dat je laserstraal net zo hard weer terugkaatst de laser in en daarmee je laser kapot maakt. Vandaar dat ik dat met een zwarte markeerstift markeer. Ik focus het en vervolgens laser ik het. En we zullen straks zien met welke settings ik dat doe. Even uit mijn hoofd, 100 mm per minuut, 90% power. Je kan langzamer, je kan er ook twee keer overheen, dat is net wat je wilt. En vervolgens verwijder ik met alcohol die zwarte markerstift. En we gaan het resultaat daarvan zometeen zien. Ik ga je dus niet in Lightburn laten zien hoe je dat instelt, want dat is eigenlijk niet zo'n heftige zaak dus. Want dat hebben we in vele video's gedaan. Tekst plaatsen of afbeeldingen plaatsen, settings meegeven, dat weten we allemaal onder de hand wel, denk ik. Mag toch ervan uitgaan dat u daarvan op de hoogte bent. Wat ik wel doe... is overigens dus 90 graden, 100 mm per minuut. En ik doe het in een raster, dus hij gaat er in principe twee keer overheen. Dat is puur simpelweg omdat het een beetje een soort van opruimactie is. Nou, veel plezier. Ik ga het je laten zien. En nou ja,
Wie weet, ook wat voor jou om aan je kleinkinderen te geven, je kinderen, misschien voor de buurvrouw, de buurman. Geen idee, bekijk het. En ik hoop dat je het leuk vindt. Nou, hier is dat bestek. En we gaan hier op dit gebied hier laseren. Dus wat ga ik doen? Ik pak simpelweg een zwarte markerstift. En ik kleur dat zwart in. Ik ben uitgegaan van 3 centimeter in de breedte. En 1 centimeter hoogte. Dus veel meer hoef ik niet zwart in te kleuren. Maar het maakt eigenlijk niet uit. Want je zult zien hoe gemakkelijk straks die zwarte markerstift eraf gaat. Voilà. Vervolgens heb ik in de laser, en dat ga ik even proberen te laten zien, een malletje gemaakt, gewoon van een stukje hout. In de vorm van, als het ware dat bestek. En zodat ik het er redelijk gemakkelijk en zuiver in kan leggen. Nou, hier hebben we die mal. Let niet op die schoen achterin. Het is dat soort lepeltje daarvoor. Hoe heb ik dat nu gedaan? In eerdere video's hebt u bij mij kunnen zien dat ik een camera boven in mijn laser heb hangen. En als je die camera in Lightburn configureert, dan kun je ook traceren. Dus door dat bestek op een zwarte plaat te leggen, ben ik erin geslaagd om dat lemet te traceren in Lightburn. En op die manier daar iets van te maken wat ik kon uitsnijden. En dat is wat je hier ziet. Eigenlijk heel eenvoudig. En ik heb dat ook al eerder laten zien. Bij het maken en laseren van houten pennen. Oké. We gaan de laser aanzetten. We gaan het object plaatsen. En we gaan kijken of we dit gelaserd kunnen krijgen. Om het lemet van de vork recht te krijgen. Want een vork zit altijd een bocht in. Heb ik er even 2 stukjes luciferhout onder gelegd. En ik heb hem uitgericht in de mal. Want de mal is iets groter dan dat hij had moeten zijn. Maar voor mij is dat voldoende om hem goed te kunnen uitrichten. De naam van mijn kleinzoon is Liam. En dus gaan we er een tekst op lezen voor Liam. En ik ga hem eventjes focussen. Je weet hoe je dat doet. Met jouw laser mag ik toch aannemen dat je dat weet. Dan gaan we hem kadreren. En dan gaan we het laseren. Gekadreerd. Gefocust. En de afzuiging staat aan. Dus we zijn er klaar voor. Let niet op het enorme lawaai. Het regent inmiddels pijpensteeltjes. En nou ja, dat zij zo. Mooi moment voor video's te maken. Klinkt wel een beetje, maar geeft op zich niks. Want het is ook wel een leuk geluid. Ik kies er overigens voor om de gravure op de voorzijde van het bestek te doen. Dus op de bovenzijde. Je had het ook op de onderzijde kunnen doen. Net wat je wilt. Maar hier gaan we. We gaan beginnen met dit te laseren. Ja, hoe ziet dat er dan uit na het laseren? Nou, dat zie je hier. Nu moeten we alleen nog de markeerstift eraf halen. En dat doen we met isopropanol, oftewel met alcohol, wat ik in heel veel zaken gebruik. Isopropanol kun je overigens overal bestellen. Goedkoop ze naar mijn mening via Amazon. Dan koop je meer flessen ineens tegen een redelijke prijs. Ik ga dat er even bij halen en dan gaan we het schoonmaken. Nou, dan gaan we dat schoonmaken. Ik gebruik in dit geval trouwens gewoon het spul van de kruidvat. Even eronder houden. Ja. Ik heb ook zwaarden, dus mocht dit niet werken, pak ik zwaarden. Ik dep daar een servetje in en ik ga dat schoonwrijven. Nou, en ik denk dat het resultaat gewoon direct duidelijk is. Ja. Voilà. Fantastisch mooie gravuren met een 10 watt laser. En dit is echt gegraveerd. Dus het is niet nep of zo. Nee, het zit echt in het metaal. Niet heel diep. Het is dus niet vergelijken met een fiber of een MOPA laser. Maar het zit wel degelijk in het metaal. En zo kan je dus een heel bestek met elke tekst die je maar wilt. Zelfs kleine afbeeldingjes. Ga je gang. En heb er vooral heel veel plezier mee. Maar dus nogmaals. Het hangt er wel vanaf welke laser je hebt. Ik kan je niet garanderen dat dit met een 5 watt laser ook werkt. Ik kan je ook niet garanderen dat als je andere metalen gebruikt dat het dan ook werkt. Dat weet ik niet. Op dit metaal, en dit lijkt RVS, kan het zo niet helemaal zien, maar het lijkt er wel op, werkt het perfect. Ik hoop dat je het leuk vond. Tot de volgende keer. Dag.